in ieder geval de drank uit je lichaam te helpen. Loop toch even met hem mee, zodat hij niet zich weer omdraait en zich bedenkt. Meneer? Oh, excuse me. Meneer, ik ga het toch even meenemen naar het bureau, want dit is niet veilig. Meneer? U bent bij deze aangehouden voor openbaar dronkenschap. Oké, u bent niet het antwoorden verplicht. Recht op een advocaat. Meneer! Oké, kut, sorry. Hij gaat vandoor. Meneer, staan blijven, hoe wordt getaserd? Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Joey, a.k.a. KillerJay. Vandaag zijn we weer terug op GTA 5 en we gaan vandaag op pad met de Nederlandse politie in LSPDFR. Maar voordat we beginnen, wil ik eerst even deze awesome nieuwe trend laten zien waar ik me de laatste tijd mee bezig heb gehouden, namelijk dit dingetje. Dit is een fidget spinner en daarom ben ik 3 weken niet op YouTube geweest. Nee, grapje. Mijn moeder heeft in het ziekenhuis gelegen voor de mensen die mij niet volgen op Instagram, Twitter en al die zooi. Die weten dat nog niet, maar die heeft in het ziekenhuis gelegen en vandaar heb ik een tijdje niet geüpload, maar meer gezorgd voor mijn moeder. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. Laat een likeje achter op deze video als jullie dat begrijpen. Vergeet deze video natuurlijk niet even te delen met je vrienden en familie. Via WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, waar het maar kan. En volg me ook even op de social media natuurlijk. Twitter, Facebook, Instagram. Linkjes staan in de beschrijving. Laten wij de auto induiken. En laten we gaan beginnen met onze surveillance. Drop natuurlijk alvast dat like knopje even keihard in. En smash natuurlijk ook even op die abonneerknop. En als je nog niet in de like squad zit, vergeet dan ook niet even daar deel aan te gaan nemen door op het belletje te drukken. Daardoor blijf je up-to-date met wanneer ik upload. Want aangezien het de afgelopen tijd amper is geweest. Ik heb 1 gastrol gedaan volgens mij in die tijd dat ik niet aanwezig was. En daarnaast heb ik ook een mooie call-out. The landlord-tenant dispute reported in Alta. En daar gaan we even rustig heen. Maar aangezien ik dus de laatste tijd best wel een onregelmatig upload-schema heb gehad. Is het misschien handig om daarop te drukken. Dan weet je tenminste zeker dat jij up-to-date blijft. Wanneer er wel een video online komt. Ik denk dat ik eerst even ga beginnen met onderdag uploaden, zodat ik even weer lekker vooruit kan werken, lekker ver. En dan op een gegeven moment zal het uploadschema zich wel weer gaan hervatten, zoals dat altijd is geweest. Maar voor nu gewoon, ik denk dinsdag, donderdag, zaterdag, zondag. Ik denk dat je daar het beste vanuit kunt gaan. En mijn tweede kanaal maandag, woensdag, vrijdag. Als je nog niet weet wat mijn tweede kanaal is, Another Gamer of youtube.com/KillerJayPlays. Daar vind je mijn Engelse kanaal. Als je daarop wil abonneren, zou ik dat super tof vinden natuurlijk. Maar daar moet ik ook nog eerst flink op vooruit gaan werken voordat er video's op verschijnen. Dus dat komt allemaal wel in de loop van de tijd. Maar ik wil er weer lekker volop mee bezig gaan. Mijn mind weer lekker op iets anders dan de ziekte en dit en dat. Mijn moeder is nu volop in herstel en het gaat behoorlijk goed. Dus laten wij nu gaan kijken wat hier precies aan de hand is. Want ik ben alweer heel veel aan het uitleggen wat er even uit moest. Omdat ik een tijdje niet op YouTube ben geweest natuurlijk. Maar laten we hier even gaan parkeren. Dit is trouwens volgens mij niet eens de eerste video. Want morgen vroeg wil ik namelijk een video gaan opnemen over de DLC. En die komt als het goed is. Dan op dinsdag is die online gekomen. En deze video komt op zaterdag of zondag. En ik weet het allemaal niet. Volgens mij moet ik iets met deze hond doen. Press Y to open interaction menu. Subject. Speak. Oh, wacht. Ik denk het toch niet. Dit is mijn auto. Wacht. Moet ik met die hond spreken? Ja, toch? Ik moet toch met die hond spreken? Hondje. Psh, psh. Hond. Hey. Whatever, dude. Hond. Nee. Kom eens hier. Hond. 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 Nee. Oké. Ik weet niet wat ik hier moet doen. Press Y to open interaction menu. Speak with your... Weet je wat? End call. Ik vind dit een domme call. De hond is weg uit de tuin, dus het is code 4, oké? Ik heb de hond weggejaagd, nou moet alles gewoon goed zijn. Wij gaan gewoon naar de volgende call. Dit was een beetje een vreemde call om mee te beginnen, mensen. Maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, vreemde calls zijn ook welkom hier in onze, onze mooie wereld van de Nederlandse politie. Laten we gewoon weer in ons busje stoppen. En verder gaan we met onze surveillance. Dit is trouwens T5 waar we vandaag in surveilleren. En nee, nog niet, T6. Ik moet hier eigenlijk nog inzetten, maar ik ben een tijdje al bezig geweest van dit mooie platform. Dus vandaar. Dat hij er nog niet in zit. We gaan gewoon even een autootje controleren, aangezien we toch geen call krijgen. We doen vandaag dus een noodhulpdienst. En we gaan gewoon alle calls meenemen vandaag, die we gaan krijgen. En ik zie dat mijn mooie walkie-talkie, die werkt niet. Op een of andere manier, werkt die niet? Nee, mijn walkie-talkie werkt niet. Die doet het niet. Oké, dan kunnen we geen plates controleren. Nou, dit bedoel ik dus. Als je 3 weken games niet update en je mods niet bijhoudt. Dan doet het niet allemaal meer even goed. Maar dat maakt niet uit. Oké, we hebben dat niet nodig. We hebben geen walkie-talkie nodig. We rijden gewoon mooi mee met het verkeer.
controleren de autootjes ondertussen wel door een beetje naar binnen te kijken. Zo. Dan moeten we er wel even voorbij. Dan moeten we ons even niet aan de regels houden. Dat is een beetje kut. En we gaan gewoon de calls meenemen. Attention all units. We've got security guard requesting assistance. Nou, daar kunnen wij natuurlijk gewoon voor zorgen. Even kijken hoor. Moet ik weer de sirenes aandoen? Units respond code 2. Ja, dat mogen wij. Oké. Oh shit. We moeten er even langs, jongens. Politie, aan de kant, aan de kant. We hebben een security guard die assistance nodig heeft van ons. Ons mooie autootje hier zo. Het is volgens mij niet eens de ALS-versie van de T5, dat is het ergste. When you finish investigating, press end to end the call-out. Ja, dat weet ik allemaal, dat weet ik allemaal. Ik moet de Jules er even flink laten updaten trouwens. Want dat is de man die mijn LSPFR installeert en zo. En het werkt niet allemaal weer super goed. Dus ik denk dat het gewoon een kleine update nodig heeft. Ik denk dat het een kleine update nodig heeft. Maar daar kan Jules altijd wel voor zorgen. Alle mooie call-outs weer even updaten en de nieuwe walkie-talkies en alles erin. En dan doet het allemaal weer. Of de portofoon moet ik eigenlijk zeggen. Voordat mensen gaan zeggen dat ik een beetje ook aan mijn taal moet denken in deze episodes. Oké, even kijken hoor. Hier rechtsom moet het aan de hand zijn. Security guard die hulp nodig heeft. Dus wij gaan even controleren wat hier precies aan de hand is. Hallo meneer de security guard. Alles goed, of beveiliger moet ik eigenlijk zeggen. Wat is er aan de hand? In my capacity as guard, I can refuse access to this private property. This person does not appear to be fit to enter. I would appreciate your assistance in dealing with them. The guard is no longer saying anything. Okay. Why can't everyone just chill out? I'm okay to go inside. There ain't nothing wrong with me. Oké, hij zegt dat er niks verkeerd met hem is. Maar zoals hij er nu uitziet, ziet het eruit dat hij behoorlijk dronken is, jongens. Dus laten wij gewoon even tegen hem gaan zeggen nu van... yo, aardig meneer. Ik moet geen mopmenu's openen nu. He's angry at stuff. Why is everyone so angry, man? I mean, seriously. Oké, je wil niks meer zeggen. We moeten toch vandaag verlaten de area te verlaten, meneer. Of de omgeving te verlaten. En misschien ook handig om gewoon naar huis te gaan en lekker uit te drinken. In ieder geval de drank uit je lichaam te helpen. Ik loop nog even met hem mee, zodat hij niet zich weer omdraait en zich bedenkt. Meneer? Oh, excuse me. Meneer, ik ga het toch even meenemen naar het bureau, want dit is niet veilig. Meneer? U bent bij deze aangehouden voor openbaar dronkenschap. Oké, je bent niet het antwoorden verplicht. Recht op een advocaat. Meneer! Oké, kut, sorry. Hij gaat er vandoor. Meneer, staan blijven of wordt getaserd. Meneer, staan blijven. Staan blijven of een taser wordt gebruikt, meneer. Oké. Oké, staan blijven nu. Gewoon meewerken, oké. Bij elke verdachte beweging wordt er weer getaserd. Is dat begrepen? Ik ga nu boeien, meneer. Je mag even op mijn knieën gaan plaatsnemen. Hier zo. Dan gaan we even fouilleren. Dan halen we er ook even een autootje bij. Als dat nog kan. Hoe deden we dat nog maar? Ik weet echt de helft van de controls niet meer. In ieder geval, dit is gefixt. En als het goed is, was het toch altijd deze om autootje erbij te halen. Oké, dan moeten we hem ook nog zelf brengen. Nou, meneer, u mag opstaan. We moeten alles zelf doen. Jongens, dit is te veel werk. U mag even meelopen naar de auto. En dan gaan we even naar het politiebureau brengen. Zo. Hij zit achterin. Toppie. Oké, waar kunnen we hem heen brengen? Want more jail points werken volgens mij niet meer. Hier zit in ieder geval een jail. Kunnen hem daarheen brengen. Zoals ik al zei, heel veel call-outs doen het niet meer. Maar ik wil wel graag een LSPDFR episode gewoon doen. En aangezien ik ook weer een beetje moet inkomen, mensen, daar moeten jullie ook even rekening mee houden. Hè? Als je een tijdje niet opneemt, dan ben je gewoon een beetje uit het ritme. Oké, dus deze video is misschien wat minder goed dan alle andere video's. Maar het is weer een video, oké. En deze video helpt mij gewoon weer in het ritme te komen. En hopelijk gebeuren er nog wat spannende dingen op deze serie. Maar deze man gaan we even afleveren bij het politiebureau. Oké, we zijn aangekomen bij de jail, of bij de prison.
bij de prison. Wauw, bij het arrestantencomplex. Oké, laten we het proberen in Nederlands te houden, want ik... Mensen zeiden in de comments van, Joey, praat Nederlands, alsjeblieft, zeg niet arrest. Komt omdat ik dus ook een beetje bezig ben met Engelse video's. Dus af en toe zeg ik dan wat Engelse woordjes. Sorry daarvoor, oké? Maar, in ieder geval, hij is afgeleverd. Hij is nu officieel achter de tralies. En wij kunnen dus verder gaan. We hebben daardoor wel een call gemist. We kregen een call van een psycho met een gun. Oftewel, een gek met een pistool. Die mensen aan het doodschieten was. Trouwens, ik heb heel erg last van verkoudheid ook. Dus als ik af en toe een beetje snotter in deze episode... Het hoort er allemaal bij, mensen. Dit is de hard life of coming back to YouTube, oké? Okay? Het is een beetje, ja, het is een beetje half werk. Ik ben een beetje ziek. Ik heb het fucking druk gehad de laatste tijd met alles. En nou moet ik ook gewoon goede video's maken. Wat best lastig is, oké? Het is best lastig om een goede video te maken. En hopelijk krijgen we nog een leuke call. Want ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Mogen we een call? Alsjeblieft. Dit is de 2041 van de meldkamer. Heeft er nog wat leuks te doen vandaag over. Het ziet eruit dat we op dit moment niks leuks te doen hebben. Zelfs als ik op X druk, werkt het niet. Dus we gaan kijken of iets anders werkt. Ik ben toch zo bij jullie terug. Want ik denk dat ik niet meer on duty ben. Zo'n idee krijg ik. Vaag vermoeden. Oké, één ding weet ik nu zeker. Ik ben weer on duty. Ik heb even wat dingetjes ingevoerd waardoor alles weer als het goed is goed is. Dus laten we proberen een call te activeren. Nee, het wil nog steeds. Oh, wacht. If you wish to respond. Yes. A vicious dog. Get to the scene. Locate the dog. Oké, we gaan onderweg. We hebben ook geen sirenes meer. Oh my god, er is één grote clusterfuck, mensen. Waarom eindigen episodes soms echt zo raar? Hey, ik kan het ook niet opnieuw doen nu, want dan moet ik waarschijnlijk LSP Fire opnieuw installeren. Even kijken hoor. Waar is de dog? Where is that little doggy boy? Doggy, 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 doggy. Waar is de hond? Waar is de hond, mensen? We zoeken een hond. Een gevaarlijke hond. Een hond met een fidget spinner. En nee, dit is niet voor de views, oké? Ik gebruik deze fidget spinner niet. Omdat ik dan misschien meer views krijg omdat ik het in de titel kan zetten. Misschien ook wel. Oké, Nederlandse politie zoekt hond met fidget spinner. Hij zit achter ons. Waar is mijn geluid van mijn... Oh my god. The game is broken, mensen. The game is broken. Deze hond heeft onze game afgebroken. Oké. Vicious dog. Ben je echt heel vicious? Oh, ja, kut. Doe eens niet, hond. Hond, doe eens niet. Press L. No, the unit is on route to your location. Oké, hond. Werk gewoon mee, oké? Hondje? Nee. Ik kan hem beter taseren, weet je. Ik wil hem niet vermoorden. We moeten dit proberen op te lossen. Nee! Ik heb zo'n hekel aan. Waarom schiet die hond nou dood? Dat vind ik zielig. Nou ja, dan kunnen we hier verder ook niks aan doen. Ik ga hier trouwens ook de aflevering eindigen. Want ja, zoals ik al zei, het is de eerste dag dat ik terugkom op YouTube en... Het is met een fidget spinner en ja, ik weet, fidget spinners, deze is trouwens best cool. Ik bedoel hier, als je ook een fidget spinner wil, ik heb deze gekregen, oké, niet gesponsord, ik heb er geen geld voor gekregen, maar deze heb ik opgestuurd gekregen. Dus als jij nou ook een fidget spinner wil, en ze zijn niet heel duur op die website, staat een linkje in de beschrijving, daar kun je een leuke fidget spinner halen. Maar in ieder geval, ja, als je het vet vond, toch, dat ik weer terug ben, video's worden wel een stuk beter hoor. Maar ik ben ook nog een beetje ziek en zo, dus vind je het vet, laat dan een likeje achter. Vergeet ook niet even te abonneren en deze video te delen en alle andere video's te delen en te kijken. En dan check ik jullie bij de volgende video. Iedereen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters.